Ik zou me kunnen voorstellen dat misschien al heel handig is voor derden, een huisarts of een therapeut, om al te weten wat iemand überhaupt aan beweging doet. Ja. Dat je kan registreren van oké, in de 24 uur, wat heeft die patiënt nou of die Ja. klant dan bewogen. Vragen jullie dat zo ook wel ooit? Ja, sterker nog, we hebben daarin ook bijvoorbeeld testen, maar dan zijn we er gewoon fysiek bij aanwezig en dan moeten ze 6 minuten wandelen in een traject, maar dan moet ik wel fysiek bij zijn. Hè? Ja. En ik denk dat de mate van iemands mobiliteit op een dag, ja, dat wel degelijk iets kan zeggen. Ik heb vroeger polio gehad, toen was ik 1,5 jaar, dus al heel lang geleden, word ik jaar ook 70, dus dat was in 1942, ja, 1944, dus ongeveer 15 jaar geleden, 10, 15 jaar geleden. Toen heb ik mijn linkerbeen gebroken, het was eigenlijk maar een kleine breuk, maar ze konden het niet met pinnen aan elkaar zetten. En met het gevolg dat de bewegelijkheid in die knie, die is heel sterk afgenomen. Ik heb, ik denk sinds jaar 5, 6 een elektrische fiets, dat was eigenlijk met elektrische ondersteuning. En de trapper die was ook aangepast, omdat ik niet de volledige beweging van die knie kon maken. Ik was heel beperkt aan huis gebonden, maar kennissen en vooral familie die zijn heel vaak op zoek. Oh ja, dat is wel. En dan is wel gewoon fijn dat u contact blijft houden. Ja, ja. Gewoon ja, het contact met mensen. Ja, en dat hoor je ook vaak bij mensen op het revalidatiecentrum. Ja. In eerste instantie, de eerste 2 maanden, dan is er het contact nog wel. Ja. En daarna dan zakt het allemaal af. Als je zelf niet meer het contact kunt leggen, ja, dan vervalt het heel sterk ook bij vrienden, kennissen, een hoop verliezen dan. Dat merk ik ook bij mijn oma's wel. Ja. I had RSI. Oh, it was a hand. Yeah. Yes. Okay. So I had last, let's say, a year ago and 1.5 year ago, I was working less. Mm-hmm. So I downsized to, let's say, 50% of the capacity. Yeah. That period it was not very good, and then after half a year or something it got a bit better, so I was able to build up back to 8 hours. Yeah. But it's still my weak point. Like what happened to me a lot of times, I was doing like this with my shoulders. A bit up, yeah. Yeah. Okay. Especially when I was getting concentrated on some problem, mm-hmm, and that also what the therapist found, like that this is like it's blocking some blood flow to my shoulders and lower arms, mm-hmm, and that causes actually the pain, because I had pain mostly here. I never had pain in like directly in my shoulder or something, maybe in the, what's this, like the between shoulder and your neck, yeah, this muscle. But then she said, like, maybe I should take care of it, like observe it and try to do something about it. And mm-hmm, and then I started to become conscious about it.